Hey, hallo, dag vriendjes. Vandaag gaan we een knippannetje maken. Zijn jullie er klaar voor? Wat hebben we nodig? 9 rolletjes wc-papier. Een schaar. Een A4-blad. Een stift of een pen. En plakband. Mama's en papa's, eerst is het eventjes aan jullie. En nadien kunnen de kleuters zelf aan de slag. Je knipt het A4-blad in 4 stukjes. Als je kleurpapier hebt, kan je dat er ook voor gebruiken. Dus ik heb al de kleine stukjes geknipt. Die gaan we rond onze wc-rolletjes vouwen. Dus je kan best het begin eventjes met een plakbandje vastmaken. En dan kan je gewoon verder rollen. Je zorgt ervoor dat er bovenaan een stukje is dat niet rond het wc-rolletje zit. Want dat hebben we straks nodig voor ons snoertje. Ik kleef het gewoon met een plakbandje vast. En zo krijgen we al een hoofdje. Dat doen we over al onze rolletjes. Ik ga er eventjes 2 voor doen, dan weten jullie hoe dat in zijn werk zit. Dus je ziet het, dat samen snel eventjes gedaan en dan kunnen de kleuters in de dag weer aan de slag. Dus nu heb ik een rolletje. We gaan er een mannetje van maken, dus je mag daar 2 oogjes op tekenen. Je mag hem een neus en een mond geven. Je kan je kleuter dat ook zelf laten doen, hè. Dus dan hebben we een gezichtje en dat doe je voor het andere rolletje ook. En dan kan je de mannetjes klaarzetten en de bedoeling is dat de kleuters volgende dag de haren van de mannetjes gaan knippen. Dus met de schaar kunnen ze knippen. De kleuters waarvoor het knippen nog een beetje moeilijk is, die kunnen 1 knipje geven. Kleuters die al beter kunnen knippen, die kunnen met het schaartje verder knippen totdat ze tegen het hoofd van het mannetje zitten. En zo krijgt ons mannetje zo dadelijk hele leuke haren. En nadien kunnen we de mannetjes nog gebruiken voor een poppenspel mee te spelen. Kan je ze misschien wel aan het huisje zetten bij andere poppetjes. Kijk, als meneertje heeft haren gekregen, dan kan je met de vingers de haren van de meneertjes nog opzij zetten. En dan is het een super gek mannetje. Maak jullie ook mee gekke mannetjes? Bye!